Protest tegen geweld in het openbaar vervoer. Ook HTM en RET sluiten zich aan bij de Nederlandse spoorwegen. NS zet aanstaande zaterdag de treinen in Nederland stil uit protest tegen het geweld in het openbaar vervoer. En ook de stadsvervoersbedrijven HTM in Den Haag en RET in Rotterdam sluiten zich aan bij de protestactie, net als het GVB in Amsterdam. En ook Arriva, Keolis en Connection doen mee. De actie vindt plaats zaterdagochtend om 10:30. Alles staat dan 3 minuten stil. En de actie volgt op een ernstig incident afgelopen weekend waarbij een conducteur in een trein werd mishandeld. Ze werd volgens de spoorwegvakbond VVMC van een trap gegooid, geschopt en geslagen. En ook een machinist werd geslagen. Er is een minderjarige verdachte opgepakt en die is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep jongeren die de mishandeling heeft uitgevoerd. De trein waarin de mishandeling plaatsvond, reed tussen Delft en het station Hollandspoor in Den Haag. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden. Het incident van afgelopen weekend was voor de vervoersbedrijven de druppel die de emmer deed overlopen. En volgens de HTM is hun personeel het afgelopen jaar ook geconfronteerd met een aantal geweldsincidenten. Daarom doet de HTM mee met alle OV-bedrijven in het protest tegen de agressie die te vaak voorkomt.